mevrouw de commissaris, mevrouw de minister. Vorige week was ik aanwezig bij een presentatie, georganiseerd door mijn Deense fractiegenote Karin Ries-Jurgensen, van een nieuwe website met daarop in alle talen van de Unie patiëntenrechten. En daarbij was ook aanwezig een mevrouw uit Denemarken, die daar bijna niet aanwezig was geweest. Zij leidde aan borstkanker en kwam niet door het Deense systeem. Ze had de foute hoeveelheid tumoren. Ik geloof dat ze zou behandeld zijn als ze 5 tumoren in de... Want het was uitgezaaid naar de lever als er 5 tumoren in hadden gezeten. Maar ze had er 7. Dus ze viel niet onder de criteria. Dus ze moest zich eerst 2 tumoren op een of andere manier laten verdwijnen voor ze wel geholpen kon worden. In ieder geval een eindeloos getouwtrek. Uiteindelijk kon ze geholpen worden in Duitsland. Dat heeft ze gedaan. Ze heeft geld geleend van familie, vrienden. Naar Duitsland gegaan. Daar is ze geholpen. Ze heeft nu... Die uitzaaiingen zijn weg. Ze is genezen, voor zover je kunt zeggen dat je daarvan genezen bent. Maar de strijd die zo iemand moet leveren, de strijd die één persoon moet leveren met een systeem, op een moment dat je toch al ziek bent, op het moment dat je zo zwak bent als maar zijn kan, dat is toch onmenselijk? Dan zeggen wij, we stellen het systeem boven de patiënt. En ik vind dat volstrekt onacceptabel. Uiteindelijk hebben de Denen overigens een goed deel van de behandeling wel betaald. Alles is dus vrolijk afgelopen. Maar dit is geen uitzondering. Wat deze mevrouw is overkomen is geen uitzondering. Het gebeurt maar al te vaak. En het voorstel van de Europese Commissie is daarom echt een enorme stap voorwaarts om deze patiënten te helpen. En mijn fractie wil daar ook van harte aan meewerken. Wat mij betreft ook, we moeten ervoor waken dat deze discussie niet een ideologische discussie wordt. Dit is niet opnieuw een gezondheidsdienstenrichtlijn. Dit gaat er niet om hoe gaan we gezondheid hervormen in de Europese Unie. Dit is niet een kwestie van de vrije markt loslaten op gezondheid of juist niet. Het is voor mij eigenlijk ook geen kwestie van subsidiariteit. Het gaat er niet om hoe winnen de lidstaten of wint de Unie. Nee, het gaat erom wint de patiënt hier of niet. Verder laten we gewoon alles hetzelfde, al die andere dingen moeten we absoluut ook een keer over praten. Misschien ook bij de verkiezingscampagne fijn ruzie over maken. Maar daar gaat het nu niet om. In ieder geval niet wat mij betreft. En ik zeg dat ook, ik beklem dat ook in de richting van mijn eigen fractie. We willen gezondheid niet harmoniseren. Daar is dit sowieso het moment al niet voor. En misschien kan het ook wel helemaal niet. Maar we zullen wel de mogelijkheden moeten leren benutten die de Europese Unie ons biedt. De schaalvoordelen die we hebben. Dat er eindelijk echt gespecialiseerde hulp kan zijn bij zeldzame ziektes. Dat is nu een mogelijkheid die we hebben. Die hebben we natuurlijk al jaren, maar die we nu ook echt kunnen benutten. En ik vind dat we die kans moeten grijpen. Ter afronding, voorzitter. Vorige week was er ook een bijeenkomst in dit huis waar Dagmar Rood-Berend de gastvrouw was. Waar het European Patients Forum zijn manifest presenteerde. Ik ben blij dat de patiënten ook met de vuisten op de deur roffelen. Want juist de input van de patiënten hebben we nodig. En we gaan nu democratisch beslissen waar de juristen al een voorzet hebben gegeven. Maar nu gaan we de beslissing nemen waar die echt thuis hoort, namelijk bij de volksvertegenwoordigers.